Hallo, ik ben Greta en ik kom uit Nederland. Dit is mijn review voor de 9010 Genius Plus voor je sofa. Nou, ik ben sinds anderhalve week in contact gekomen met 9010. Ik had er nog nooit van gehoord. ik zocht online informatie over MatBeds en toen kwam ik op YouTube terecht. En ik ben zelf energetisch therapeut en ik ben ook wel bekend met energieën. Maar ik moet zeggen dat ik het toch best wel spannend vond om een nieuw soort energie te ervaren. Terwijl eigenlijk alle energie hetzelfde is. Maar het voelde even spannend. Er zit een klein traumaatje voor mij aan vast, omdat ik ooit een op hol geslagen kundalini ervaring heb gehad. En dat heeft mij wel op het pad gezet om met energie in om te gaan, zeg maar. Dus wat dat betreft was dit welkom. Ik besloot om het rustig aan te pakken. En die Genius Plus voor de sofa, die is, die mocht ik gratis uitproberen voor 8 dagen. En het grappige is, het komt gewoon net op mijn pad. Dus dat heeft waarschijnlijk gewoon zo moeten zijn. En het gebruik van de vingertipfunctie, die is echt perfect daarvoor, zeker als je niet bekend bent met dit soort energieën. Je bepaalt dan zelf de sterkte. En als je het spannend vindt, doe dan gewoon de vingertipfunctie, dat is perfect. De reviews op YouTube die waren grotendeels positief. Echt bijna alles is positief. Dat vind ik echt verbazingwekkend. Dat vind ik echt gaaf, leuk. Ja. En dat maakte voor mij ook wel dat ik heel nieuwsgierig werd om dat te gaan ervaren. En weet je, het feit dat Oliver en zijn team dit grotendeels gratis beschikbaar maakt. Voor ons om dat uit te proberen. Het is echt respect. Ja, perfect. Ja, top. Het voor elkaar krijgen was gewoon heel makkelijk. Je moet natuurlijk wel lid zijn van de community. Dat is ook heel makkelijk om voor elkaar te krijgen. En op het moment dat je dus die sofa of deze functie in de winkelwagen stopt en je koopt het en het is gratis, dus je hoeft verder niks raars voor te doen. Je moet natuurlijk wel je naam opgeven. Je krijgt een e-mailtje thuis en daar staan de stappen in die je ook moet volgen. En volg die stappen dan ook precies zoals dat erin staat. En dan zul je zien dat het gewoon heel makkelijk is. En in no time is je bank als het ware geëntangled, of hoe ik dat ook moet noemen. wat ik merkte in mijn bank was dat er wel een soort van energie was. En niks om van te schrikken of zo. En het was subtiel. Ik voelde ook een soort van drukkend gevoel in mijn hoofd en bij mijn nek. Alsof de energie niet door kon stromen vanwege spanning of zo. En nu is dat sowieso al bij mij. Ik heb veel nekklachten, dus dat zou kunnen dat dat het daardoor komt. Ik heb later die dag het aantal quips opgehoogd. Want ik ben gewoon bij nul begonnen. Ik heb het langzaam opgehoogd. Gewoon om te voelen van goh, wat doet dat met mij? Wat doet dat met mijn lichaam en met mijn energie?
ik merk wel dat op het moment dat ik bijvoorbeeld de bank aanraak en mijn hand erop leg, dan voel je ook die energie. Ja, eigenlijk een beetje de helende energie die ik ook voel als ik iemand een behandeling geef. En ja, gewoon helende energie. Dus dat is prettig. En ja, herkenbaar. Ik heb dus de energie opgehoogd. Ik merkte op een gegeven moment dat ik heel gegrond was. Ik voelde echt mijn voeten, de onderkant van mijn voeten, die waren gewoon heel duidelijk aanwezig. En prikkelingen. En gewoon een goede gronding. En dat vond ik heel fijn. Even denken. Ja, als ik het energievermogen opbouw hoger, dan zei ik 90-10 plus energy 500 quads. Of het aantal. Het aantal quips, wat ik wou, zeg maar. En dat ging tot 280.000. Nou, in het begin heb ik geen 280.000 gedaan. wat ik wel merkte is dat ik, hoe hoger het aantal quips kwamen, dat er meer druk in mijn nek en hoofd kwam. En ook in mijn buik. Dus ik merkte dat mijn zonnevlechten daarop reageerden. Soms ook tinteling in mijn handen of in mijn benen. Maar ik moet zeggen dat dat niet heel vaak voorkwam of zo. Ik voelde het ook niet heel vaak sterk aanwezig. Het is gewoon heel subtiel aanwezig. En tenminste voor mij dan, zo voel ik dat. Maar ik merkte dat als ik een reactie verwachtte, dat ik wat telkens dan een aantal quips omhoog moest zetten. Dus het is net alsof ik geleidelijk aan wen aan het aantal, aan het energievermogen. En dat ik de volgende dag dan eigenlijk wat meer nodig heb om daar te komen. Maar het zou ook kunnen dat ik op dat moment juist door door die energie die ik al heb gehad, juist al in die staat ben. Hè, dat ik bij wijze van spreken al goed gegrond ben en daarom ook die energie niet voel. Dus dat vind ik wel iets om even uit te zoeken. Dus daar wil ik me ook nog even op gaan richten. Wat nog meer? Ja, ik merkte ook dat, dat als ik me bewust richtte, gewoon echt contact maakte, bewust, dus met mijn bewustzijn bezig was, dat ik het dan wat beter voelde of dat het dan wat eerder geactiveerd werd. In plaats van dat ik het bijvoorbeeld gewoon tussen neus en lippen door even zei van 90-10 plus energy 200 quips. Daar merkte ik verschil in. En ik heb de functie 8 dagen gebruikt. Ik ben uiteindelijk ook wel tot de 280.000 gekomen. Dat heb ik bewust niet lang aangehouden, omdat ik niet weet wat voor effect dat heeft. Maar ik had er niet zoveel moeite mee uiteindelijk. Dus ik merkte wel dat ik het beter aan kan ofzo. En ik word er ook wel enthousiast van. En wat mijn familieleden betreft, als ze op de bank zaten en mijn kat ook,
Die hebben niks gemerkt. Voor zover ik weet. Ik heb het ook niet gezegd. Maar ik was wel even benieuwd, maar ik heb het bij hen ook niet hoog gezet of zo. Dus op het moment dat we televisie zaten te kijken of zo, toen zat ik er gewoon lichtelijk mee te spelen. En hield ik het op een maximum van 500 grabs. En ja, weet je, dit is iets wat ik wil. En mijn familieleden die kijken daar gewoon anders tegenaan. Dus dan ga ik ze dat ook niet. Opdringen of zo. Maar ik zou zeggen, probeer het uit en speel ermee. En die vingertipfunctie, perfect, echt. Ik heb ook nog een add-on gekregen. Het is een extra functie, zeg maar, dat heet de Peace. En daarmee krijg je ook meer rustgevende gevoelens. Ik moet eerlijk zeggen dat ik qua emotie niet echt verschil heb gemerkt. Maar dat ik misschien wel verwacht had. Dus misschien was mijn verwachting te groot voor het effect wat ik heb gehad. Hoewel ik natuurlijk heel erg sta achter de vibratie van peace, vrede. En weet je, als je die add-on wilt activeren, dan zeg je gewoon 9010 peace. En als je het wil stoppen, 9010 stop peace. Het is gewoon super makkelijk. Het is gewoon hartstikke makkelijk. Dit kan iedereen. Dus ik zou zeggen, probeer het. Oh ja, ik zou het bijna vergeten, maar er was nog één reactie die ik één keer heb ervaren. Ik weet niet meer hoeveel quips ik het had gezet, maar op een gegeven moment werd mijn hoofd heel helder. En dat is iets waar ik moeite mee heb. Ik heb de laatste tijd veel moeite met focussen. En ineens werd mijn hoofd heel helder. En dat was zo fijn. Dat heeft even een tijdje geduurd. De volgende dag was dat helaas weer weg. Maar ik kon ook niet het aantal kwets ophogen, zodat ik dat wel weer had. Dus dat vond ik wel heel erg jammer. Maar waar dat dan lag, dat weet ik niet. Ik hoop dat ik daar nog achter kom. Maar het feit dat dat mogelijk is, is natuurlijk prettig. Hè? Ja. Nou. Los van al deze ervaringen wil ik Oliver en zijn team echt bedanken. Het is een super uitvinding. Ik hoop echt dat dit wereldwijd bekend gaat worden. En ik gun het iedereen. En jullie gunnen het ons blijkbaar ook. Dus dank jullie wel daarvoor. En ik hoop dat ik daarbij ook mijn steentje bij kan dragen.